Vanaf 10 april toert Frommerman door Nederland met de voorstelling Magazijn Hollandia. Een ode aan het Nederlandse lied door de eeuwen heen, van Valerius tot vandaag. Een subjectieve dwarsdoorsnede van ons klinkend cultuurgoed. En die voorstelling die speelt zich af in een kolossaal, fictief, nationaal muziekarchief, waar alle muziek van Nederland ligt opgeslagen. Nou hebben we die setting niet helemaal uit onze duim gezogen, want er zijn muziekarchieven in Nederland. Bijzondere, belangrijke. En om ons optimaal op de voorstelling voor te bereiden, zijn we daar met Frommerman langs gegaan. Zo waren we in Den Haag, in het gemeentearchief, om daar de gerenommeerde collectie van het Nederlands Muziekinstituut om te spitten, op zoek naar de roots van het vaderlands gelied. En die hebben we gevonden. Gaat u horen in het theater. Maar en passant hebben we daar Gustav Mahler, Johann Sebastian Bach en een piepjonge Wolfgang Amadeus Mozart op de vingers kunnen kijken. Gewoon in Den Haag. Het is toch fantastisch? Wilt u weten hoe dat was? Nou, dat kan. Daar hebben we een filmpje van gemaakt. Gaan we nu naar kijken. Het Nederlands Muziekinstituut is een instituut voor Nederlands muzikaal erfgoed. Dat gaat over materiaal wat in Nederland aanwezig is. Dus dan kan dat dus ook de muziekgeschiedenis in de brede zin zijn. En op dat gebied hebben wij, denk ik, de belangrijkste collectie in Nederland. Het zijn soms alleen de handschriften van de muziek, maar soms zit er ook allerlei materiaal gerelateerd aan de carrière van zo iemand. En brieven, plakboeken, knipsels, ja. Programma's, noem maar op. Dus als je dan wil uitzoeken wanneer is dit of dat stuk voor het eerst uitgevoerd bijvoorbeeld. Nou, allemaal dat soort gegevens die kun je bij ons terugvinden. En iedereen kan erbij. We're going in. Dus zijn we dus op weg naar Valerius Gedenklag. Dit is de oorspronkelijke uitgave 1626. Wat is hij klein in het echt. Het ziet er prachtig uit. Het is een ontzettend goede staat. Even kijken of Merk toch sterk is. Hoe sterk dat vind ik een goed nummer. Merk toch hoe sterk nu in het werk zich al stelt. Die talentij zo ons vrijheid heeft gestreden. Wow. Het is een mijlpaal in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Ik weet nog heel goed dat ik met die collectie voor het eerst in aanraking kwam. En dan de euforie ongeveer waar je in komt als je ziet wat er allemaal in die kast staat. De collectie is natuurlijk 4,5 kilometer, hè? Dat is echt heel veel. De allemaal 16e, 17e, 18e Nederlandse traktaten enzovoort. Dus dat is het ex libris van de voormalige eigenaar, het eerste eigenaar, de verzamelaar, D.F.S., D.F. Scheurleer. Oh, ja. dat is de man van de collectie Scheurleer. Mensen als ons kun je hier gewoon opsluiten. En dan kun je verder je hele leven hier doorbrengen eigenlijk. We hebben meer behoefte dat mensen, maar... De Mengelberg-koffer hadden we hier nog op het... Hoe komt hij hier nou verzeild? Nou, dit is een kwestie van tillen. Nou, hoe krijgen wij hem nou mee? Hoe is het? Ja, precies. De voorstelling. En waar zijn de comedian harmonists? Want die hebben dus daar op dat op zijn verjaardagsfeestje... Die hebben uit het verjaardagsfeestje van Mengelberg gezongen. Zo fan was hij. Wij hadden een man of 10 en dat is door die subsidiekorting van het Rijk is dat dus... meer dan gehalveerd. Waar wij ons nu op gericht hebben is vooral om de dienstverlening veel mogelijk in stand te houden. Dat als je komt, dat je kunt inzien wat je wilt. Maar ja, op een gegeven moment krijg je natuurlijk achterstanden van het catalogiseren. Is er in jullie archief een hoek zoals wij bij het Jazzarchief vonden, met dozen die gewoon nog niet gesorteerd zijn? Uit een legaat hebben we net een enorme boekencollectie gekregen. En er zitten ook prachtige, echt zeldzame 17e eerste traktaten bij. Dat duurt natuurlijk wel even voordat het verwerkt is. Dank aan den uitmuntende kunstenaar David Petersen. Petersen was echt befaamd in zijn tijd. Ja. Zwiertz die de complimenten maakte aan Petersen dat het zo mooi is. Want hij speelde ontzettend goed viool en hij maakte dus liedjes. Er is natuurlijk heel veel materiaal voor mannenkoorachtige bezettingen. Mm-hmm. Hier bijvoorbeeld een standje van J.C. Boers. Er waren natuurlijk ook liedertafels, dus verenigingen die bij elkaar kwamen om te zingen. De Landsknecht van Hutschenreuther, dit is ook 1840, 1850. Drie dobbelstenen en een kaart. Dit heb ik ook even opgezocht. Zangzaad voor kampeerders. The sweetest girl I ever saw. Dat is gewoon Sinterklaas. Zat een bron vliegt voor de ramen. Vlammen en vlammen en vlammen en vlammen. Die dingen die hier zo bij elkaar liggen, is wel een beetje een soort trend. Dat
een beetje huiselijk gebruik is allemaal. Dat is ook een groot verschil met Nederland en de omliggende landen, waar vorsten waren met symfonieorkesten en operatheaters die allemaal van repertoire moesten worden voorzien. Dat hadden we niet. In Nederland hadden we gewoon de huiskamerkunst eigenlijk, hè? Waar we in uitblonken. Ja. Zullen we even naar de echte kluis? Nee, hier staat een fresco Baldi drukker uit 16 zoveel bij. Hier ligt de 7e symfonie van Mahler, het handschrift. Mozart, die spelling. Dat hier spelling. Echt waar? Nou, dan gaan we daar even kijken. Ja. Oh, en dit wilde ik laten zien. Dit is zoiets bijzonders. Dit is, ik dacht 1639. Schuur je weer, hè? DSS. Die aria is hier genoteerd met de teksten daaronder. Ja. En dan hier zie je voor verschillende bezettingen de begeleiding. Ja. Die is zoiets unieks. Ja. Heb je dit wel eens gehoord eigenlijk? Nee. Ik ben wel benieuwd hoe het klinkt dan. Dan zouden we even naar Mahler gaan. 7e symfonie was dit. Ja. Ja, dat is het enige waar een gitaar wat te zoeken heeft ook, bij Mahler. Ja, dit is dus, de handschrift heeft Alma aan Mingelberg gegeven. Mag ik eens kijken naar het vierde deel? Hij heeft de gitaar eruit gekregen. Er zit helemaal geen gitaar in. Jawel, hier staat Guy. Ja, dat is hem. En de mandoline zit erin natuurlijk. Oh, dat lijkt wel bijna alsof hij het dan later ingeschreven heeft. Ja, ik weet wat er staat, maar ik zou er nu echt moeite mee hebben om te ontdekken wat het is. Dit zijn eigenlijk alle werken van Bach die tijdens zijn leven zijn uitgegeven. Dus dat begint in 1708. Was het allemaal in één doos? Geen Goldberg-variatie. Maar het zijn dus drukken waar hij bij was. Waar hij zelf bij betrokken is geweest. Ja, dus je kijkt dus naar Bach's noten zoals hij ze zelf gezien moet hebben. Ja. Jezus. Misschien heeft hij wel dit exemplaar zijn hand gaan. Hoe voelt de pan? Bach in de pan bij hand. Te gek. Ja, heel bijzonder. Hier, dit is het orgelstuk. De variatie ook van Nieman Hoog. Een heel bekend stuk. Jeetje. Oh, dit is de cantate Gott ist mein König. Dat is die raadzaalkantate. Oh ja. En dit is toen uitgegeven, 1708. Hij heeft dat dan voor de nieuwe magistraat gegeven, de gemeenteraad. Al die partijen zijn dus gewoon achter elkaar ingebouwd. Oh, dat is dus... Het is voor het praktisch gebruik. Ja, nee, dat is net als het setje van diep in mijn hart. Wat wij, En zo gaan we het maar door. Ja. De altpartij. Dit is dat Walter-handschrift. Johann Gottfried Walter, de neef van Bach. En daar staan dus al die verschillende koralen in. Van, dit is dan van Walter. Maar er komt ook van Buxtehude voor. Ook een paar dingen van Bach. Buchstedt, al die tijdgenoten. Alle hits. Dus dat waren de, inderdaad, dat was gewoon de hits uit die tijd. De Werks, Malinga. Oh, ik denk dat hier Svenink ook in zou kunnen staan. Van hier Svenink. Ja. De meester Jean-Pierre Svenink. En het ziet er ook weer prachtig uit, hè? Ja. 1591. Nu heb je echt een aantal geweldige topstukken. Ja. Welk stuk van Mozart is dit? Dit is Cari Matthias Musicum, KV 32. KV 32 is het. Okay. En dat is een stuk dat heet eigenlijk, dat betekent zoiets als muzikale graf. En dat heeft hij dus voor die inhuldiging van... Niet heel zindelijk, dit fragment hier. Maar goed. Toen was die 10 of 11 of zo. Maar, nou ja, 10 waarschijnlijk. Dus die vader heeft natuurlijk gezegd, kun je niet... Ja, we zijn er toch. Maak een koningslied. Als je die Walter ziet, die neef van Bach, is dat het verschil tussen een componist en iemand die gewoon iets opschrijft. Omdat hij wil zorgen dat tante Truus het ook kan lezen. En deze jongen had inspiratie, moest het gewoon even neerkalken. En wou daarna snel weer gaan knikkeren. Er zijn nu al tekenen dat er natuurlijk vanuit de overheid wat meer oog komt voor... erfgoed en hopelijk ook dan muzikaal erfgoed. Kijk, we kunnen wel zo'n Valerius, wat we vanmiddag gezien hebben, digitaal hebben. Dat is ook hartstikke leuk, maar dat betekent niet dat je die oude uitgaven kan weggooien. Maar het belangrijkste is inderdaad dat het er is en dat het er blijft. En dat het bewaard en dat het toegankelijk blijft en dat jij als belangstellende kunt zeggen, wil dat is dat stuk zien of ik wil zien wat voor oeuvre er is. En aan die vraag proberen zoveel mogelijk te beantwoorden.